Hij is de man wiens nummer Sailing Home zo'n grote hit werd, zo onverwacht ook, ook voor de platenmaatschappij, dat ze niet eens een clipje hadden gemaakt. Dat Veronica zelf snel een clipje in elkaar moest zetten om die enorme hit dan maar van beelden te voorzien. Maar vooral is hij de grondlegger van de Cats, hij is de godfather van de Paling Sound en hij is de man die Volendam op de kaart zette lang voordat al die andere sterren uit Volendam kwamen. De ambassadeur, de eerste ambassadeur van Volendam, Piet Veerman. Leg ons uit, wat is het geheim, Piet? Het geheim van Volendam. Mag ik eerst zeggen dat het wel heel veel eer is wat je me net toedicht. We hebben een feestje vanavond, Piet. Ook de ere voor jou. Maar de... Ja, ik zou zeggen, dat is mijn persoonlijke mening. Op de eerste plaats is dat de historische ligging naast de handelsstad vroeger, Edam, de Zuiderzee, dat de afsluitdijk er nog niet was. Dat was een historische ligging. En dan nummer twee is heel belangrijk. Dat is het talent. En dat zit blijkbaar toch in de genen. Door alle lagen van Volendam heen. Maar alleen talent, daar heb je niks aan. Dan moet je daar wel een stuk power bij hebben. De gedrevenheid... Een soort strebers. En dan kom ik op het woord. De mentaliteit die moet bij dat talent zitten. Zonder mentaliteit is dat talent gedoemd om in de grond te gaan. Is het Bijbelse verhaal van hij krijgt dat er om ermee te doen. De andere krijgt dit er om ermee te doen. Die andere die stopt het in de grond. En dat wordt niks. Dat blijft hetzelfde. Dus dat talent heeft wel een mentaliteit nodig. I've searched the places, I've searched amongst the faces, searched along the road. Where am I to find you? Where am I to go? Never understand. Why you want me? Peace down.